Inwoners Druten zijn klaar met overlast van roeken. Gevaarlijke rotonde aan Marialaan moet een naam krijgen. En 10e editie van Juridisch Dicté onder leiding van meester Frank Visser. Elke ochtend om 4:30 worden Drutenaren aan de Leigaaf wakker door lawaai. Niet vanwege machines of verkeer, maar door roeken. Een soort raafachtige vogel en tevens een beschermde diersoort. Buurtbewoners zijn het zat en willen actie van de gemeente. Op het moment zitten we al op 150 roeken. Ze terroriseren gewoon de hele buurt. Een aantal jaar geleden kwamen de eerste roeken aanzetten, vertellen verschillende buurtbewoners tegen RN7. In het begin was er nog niet zoveel sprake van overlast. Maar de laatste tijd worden de Leigaaf en de omliggende straten geterroriseerd. Wat ik eigenlijk ook heel hinderlijk vind, dat je constant de hele dag dit hoort. Het zijn behoorlijk luidruchtige dieren, zoals je op de achtergrond misschien al hoort. Overdag is het wat ietsje minder. Als het weer wat aantrekt, met name met de zon, dan gaan ze echt fladderen. Nesten bouwen, alle takken, mos, overal, alles slingert overal. Je kunt eigenlijk hierachter, er zijn nog een paar huizen, daar zijn ook bomen. Dan kun je niet fatsoenlijk onder de bomen doorlopen zonder dat je of tak of poep op je kop krijgt. Ja, je wordt er echt niet goed van als je de hele dag mee geconfronteerd wordt. En kunt u nog wel rustig in de tuin zitten? Dat is niet leuk, meneer. Dat is echt niet leuk. Je gaat niet rustig daar een boekje lezen. Het liefst de ramen dicht en binnen gaan zitten. Ik vind ook dat ze andere vogeltjes, de leuke lieve vogeltjes zeg maar, die verjagen ze ook in mijn tuin. En hoe zit het bijvoorbeeld met de auto's? Mijn auto staat hier wel onder de carport, maar mijn vrouw en mijn zoons die hebben ook allebei allemaal een auto. En die staan dus niet onder de carport. En die kunnen echt bijna dagelijks naar de wasstraat om de poep eraf te halen. En dat dagelijkse ritje naar de wasstraat zal voorlopig nog wel even doorgaan. Volgens de gemeente Druten is de roek een beschermde diersoort en overlast daarvan mag je niet zomaar bestrijden. In een schriftelijke verklaring laat wethouder Tonen weten: we begrijpen natuurlijk ook dat er overlast kan zijn van deze vogel in een woonwijk. De gemeente is daarom op zoek naar een passende oplossing voor dit dilemma. Om overlast op een locatie te mogen bestrijden, is daar goedkeuring voor nodig van de provincie. Daarbij is het belangrijk om te weten hoe het gaat met de roeken en op welke locaties ze leven en kunnen leven. Volgens de wethouder is het onderzoek een eerste stap richting een oplossing. De rotonde aan de Nijmeegse Marialaan. Het schijnt in de top 10 te staan van de gevaarlijkste rotondes van Nederland. Maar er is nog iets opmerkelijks aan de hand. De rotonde heeft geen naam. Buurbewoner Rob Essers heeft eerder deze maand een brief gestuurd aan de raad van de gemeente Nijmegen. In deze brief heeft hij de naam Vredenburgplein voorgesteld. Een naam die voortkomt uit de lokale geschiedenis van de plek. Echter heeft de raad nog geen gehoor gegeven aan deze brief. In Nijmegen is een rotonde die nog geen naam heeft. Dit kan soms voor een hoop onduidelijkheid zorgen. Eigenlijk is iedere rotonde zonder naam dat is heel lastig in de praktijk. Ik bedoel, als er een ongeluk gebeurt, waar moet je naartoe? Bovendien doet zich de rare situatie voor dat deze rotonde in feite nog de namen heeft die wegen hadden voordat de rotonde werd aangelegd. En dat blijkt dan, als je kijkt in het Nationaal Wegenbestand, dan blijkt deze rotonde 5 verschillende namen te hebben. 22 stukjes wegvak met 5 namen, waarvan er 4 door de gemeente zijn vastgesteld. En dan zijn er nog wat reststukjes, die heten gewoon fietspad. De meeste straten, pleinen, rotondes en parken in Nijmegen hebben al een naam. Daarom is het ook zo raar dat deze rotonde nog geen naam heeft. Nou ja, dat komt eigenlijk omdat naamgeving in Nijmegen gebeurt dat officieel door de gemeenteraad. Andere gemeenten is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar naamgeving is in feite de sluitpost. Als we niks meer te doen hebben, dan gaan we ons buigen over naamgeving. En daar komt men gewoon niet aan toe. Er is ook niemand die denkt van, zou dit ruimtelijk project, zouden we daar ook namen voor moeten vaststellen? Men heeft het over van alles en nog wat, behalve over naamgeving. Rob Essers heeft een voorstel gedaan voor een naam voor deze rotonde. De naam die hij heeft bedacht is het Vredenburgplein. Het is nog niet bekend wat de gemeente met dit voorstel gaat doen. Nou, ik ben dus begonnen met een brief aan de raad te sturen. De gemeenteraad gaat beslotverrekening over straatnaamgeving. Die zouden dus actie moeten ondernemen. Het probleem is alleen dat die nu ter kennisgeving op de raadsagenda staat. Dat is natuurlijk tegen mijn zere been, want men moet gelijk het college opdracht geven om te komen met een raadsvoorstel om de naamgeving alsnog vast te stellen. Gewoon doen wat men eigenlijk in 1997 al moeten doen toen men deze rotonde aangelegd heeft.
straks in het RN7 Regio Nieuws. Het MBO werd vandaag aangeprezen in Nijmegen. Bij deze gelegenheid in het Vaansum gingen ruim 250 vakmensen in gesprek met 1000 VMBO-leerlingen over hun beroep en werkdag. De drie minderjarigen die terecht stonden voor de dodelijke steekpartij in Amsterdam, waarbij de 29-jarige Casper Verheijen uit Nijmegen om het leven kwam, zijn vrijgesproken. Een van de verdachten, een jongen die ten tijde van het incident 15 jaar was, was ook doodslag ten laste gelegd. Casper kwam om het leven na een vechtpartij waarbij uiteindelijk ook een mes is gebruikt. De rechtbank in Amsterdam vindt dat er sprake is van noodweer en laat de minderjarige verdachte daarom gaan. De politie in Overbetuwe heeft dinsdagochtend drie mannen aangehouden. Toen zij probeerden weg te komen van de politie, hebben zij 36 katalysatoren in de sloot gedumpt. Vermoedelijk zijn deze van diefstal afkomstig. De politie doet een oproep aan mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben om zich te melden. De Vierdaagse Feesten is op zoek naar een nieuwe invulling van de feesten op het stadseiland Veurland, nadat eerder bekend werd dat het festival op het eiland niet meer door kan gaan. Ze doen hun uiterste best om partijen samen te brengen, zodat er een unieke sfeer van het eiland als een culturele oase van de Vierdaagse Feesten zoveel mogelijk behouden kan blijven. De organisatie van het festival op het eiland moest vorige maand bekendmaken niet meer te kunnen plaatsvinden wegens te hoge kosten. En dan feest bij de Han, want dinsdag werd alweer de 10e editie van het Juridisch Dicté georganiseerd in Concertgebouw De Vereniging. Het Dicté is voor studenten, alumni, docenten en externe relaties van de Academie Rechten een goede gelegenheid om hun talenkennis te toetsen en zich daarin te meten met anderen. Speciaal voor deze feestelijke editie werd het Dicté voorgedragen door voormalig rijdende rechter, meester Frank Visser. De verleiding van voor de scribent van dit Dicté is erg groot om het artificiële intelligentieprogramma ChatGPT, spreek ik dat goed uit? Vandaag vindt het Han Juridisch Dicté plaats, de 10e editie. Voor mij als academiedirecteur de eerste keer dat ik het mee mag maken. Maar uit de verhalen weet ik dat het altijd een heel groot succes is. Dus dat hopen we voor vandaag ook weer. De bedoeling is dat de studenten dan laten zien dat hun taalvaardigheid in orde is. Ik ga vandaag een dicté voorlezen voor de studenten en andere genodigden. En het is belangrijk dat de studenten de Nederlandse taal goed beheersen, want voor deze toekomstige juristen is taal erg belangrijk. Nou, bij de opleiding HBO Rechten is taal ontzettend belangrijk. Dus de jurist gaat communiceren via taal. Gaat ook uitleggen, hè, bijvoorbeeld bij het juridisch loket of bij een gemeente, aan de burgers, wat een nieuwe verordening of maatregel zal zijn. Wat dit dicté heel bijzonder maakt, is het feit dat het de traditie overleefd heeft. Het nationaal dicté dat is afgeschaft. Het Nimwegs dicté is een stille dood gestorven. Maar het Han-juridisch dicté, dat is een van de tradities die we nog steeds in stand houden. En dat dit dicté nog bestaat is belangrijk, niet alleen voor juristen, maar voor iedereen. Want nog niet iedereen beheerst de taal voldoende. Ja, die taal is ontzettend belangrijk. Het is het gereedschap van een jurist. En ik ben zelf docent bij HBO Rechten, docent Nederlands. En ja, wij zien eigenlijk ook al dat sommige studenten met een bepaalde achterstand binnenkomen. Dus wij gaan werken aan taalvaardigheid, tekstbegrip, spelling, grammatica. En daarnaast gaan we argumenteren. Maar we werken ook samen met de jurist. Voor iedere deelnemer wordt er €2,50 gedoneerd aan de voedselbank. Ook dit vindt de Han heel belangrijk. Als Academie Rechten gaan we in ieder geval het bedrag wat we ophalen met een groot bedrag vermeerderen. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden, hè, dat we met z'n allen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke noden. En het is natuurlijk ontzettend verdrietig om te constateren dat in een welvarend land als Nederland steeds meer mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Wie ben ik dat ik dit mag doen? Ja, dan kijken we even naar de sociale media. De Stevenskerk in Nijmegen laat via Instagram hun dankbaarheid weten aan de Alfa Lavel Stevensloop. Tijdens de hardloopwedstrijd die afgelopen weekend plaatsvond, werd ook geld opgehaald voor de kerk. Uiteindelijk werd er een cheque overhandigd van ruim €2500. Gemeente Druten doet via Instagram een oproep aan ouders met een kleine beurs om zich aan te melden bij kindpakketten.nl. Deze organisatie helpt ouders die bijvoorbeeld sportlessen of schoolreisjes voor hun kinderen niet kunnen betalen met hun financiële bijdrage. En Hart van Beuningen laat alvast weten dat het weekend van 1 april in het teken staat van voorjaar in Beuningen. Zo zou die zaterdag een modeshow op het Julianaplein en op zondag een bierproeverij. Ook zijn de winkels die zondag geopend.
Hoewel het beeld van mbo niet altijd bemoedigend is, neemt de vraag naar praktisch geschoolde mensen de afgelopen jaren sterk toe. Volgens een data-analyse van een vacature-analyst wordt er in meer dan de helft van de vacatures naar een mbo'er gezocht. Vandaag vond dan ook het beroepsfeest regio Nijmegen onstage plaats in de Nijmeegse Vaassem. Bij deze gelegenheid gaan ruim 250 vakmensen in gesprek met 1000 vmbo-leerlingen over hun beroep en werkdag. Een feestelijk onthaal in de Vaassem waar de eerste editie van de regio Nijmegen onstage plaatsvindt. Het feest waar vmbo-leerlingen een professioneel netwerk opbouwen en worden geholpen bij hun beroepskeuze. Onstage is door het hele land, dus er zijn maar 20 regio's waar dit wordt georganiseerd. En nu voor het eerst in de regio Nijmegen. En we zijn hier 15 jaar geleden mee begonnen in de regio, omdat we het vmbo even goed in het voetlicht wilden zetten. Een positief podium wilden zetten. Hoewel er veel vraag is naar praktisch geschoolde mensen, heeft vmbo niet altijd een bemoedigend beeld. Het evenement zet zich daarom ook in voor een positiever imago. Dus gelukkig hebben we het steeds minder over laag opgeleid en hoog opgeleid. Maar het is wel nog steeds zo dat deze leerlingen het vaak echt nodig hebben om een steuntje in de rug te krijgen bij het maken van een beroepskeuze. Dus dat doen we door hier met elkaar te staan voor deze leerlingen en ze ook echt de hand te bieden en te zeggen: wij zijn hier voor jullie en we gaan samen met jullie dit uitvogelen. Een rode loper en een zaal vol verschillende beroepsbeoefenaren. Daar moeten de leerlingen even aan wennen. In het begin wel een beetje cringe, zeg maar, een beetje raar. Maar op een gegeven moment, dan, als je hier mag rondlopen, dan is het wel gewoon oké te doen. Hebben jullie al wat beroepen op het oog? Ik was met een paar vrienden meegelopen en die zeiden dat chauffeur leuk was en plannen. Met zo'n sticker krijg je dan een match en dan heb je zeg maar een open dag gekregen bij het bedrijf, wat je dan mee moet lopen. Maar jij hebt al 2 matches. Ja. Bij welk bedrijf ga jij dan kijken? Ik ga bij het bedrijf Ventimon van Techniek, ga ik bij loodgieters kijken. Maar niet alle vmbo'ers zijn van plan om na hun mbo aan het werk te gaan. Liever zou ik het langste doorstuderen tot het een beetje hoger niveau. Met een hoger niveau kan je een stuk meer dingen, denk ik, of meer de richtingen die je graag wil. Ja, om gewoon hoger te komen in het leven en dat ik niet gelijk afzak. Om gewoon meer van het leven te maken. De bedrijven willen vooral meegeven dat werkplezier het allerbelangrijkste is. En dat vakmensen hard nodig zijn. Zonder deze mensen draait je bedrijf niet. Dus het maakt niet uit wat voor niveau je instapt. Het is gewoon belangrijk, op ieder niveau is er werk. En op ieder niveau kun je ook werk creëren voor die leerlingen. Voor beide is het interessant. Een kennismaking van de leerlingen met de techniek. Specifiek wat wij dan doen. Maar ook voor ons om kennis te maken met leerlingen die eventueel bij ons in dienst komen. Ja, dus we hebben echt heel veel mensen nodig. Hoe de toekomstige loopbanen eruit gaan zien, het advies van de dag luidt: alles mag je worden, behalve ongelukkig. En het netwerk van de leerlingen is na vandaag al een beetje groter geworden. Zoals gisteren al aangekondigd, blijft het voorlopig erg wisselvallig weer. Vanochtend trok er dan ook een regengebied over het land, waarna het vanmiddag wel tijdelijk even droog werd. Maar vanavond zullen we alsnog weer wat buien krijgen. Morgen beginnen we weer van vooraf aan met een groot regengebied. Het is praktisch hetzelfde weer als vandaag, alleen zal de wind wat sterker zijn en het wordt morgen zo'n 12 graden. Ook de dagen na blijft het komen en gaan van buien. Dan kunnen er ook stevige exemplaren tussen zitten. Op donderdag is het verder een hele dag bewolkt. Op vrijdag kan de zon zich tussen de buien door even nog wel laten zien. Temperatuur blijft 14 tot 15 graden. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mailtje naar redactie@rn7.nl. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!